De aspirant-agent van politie Pravish Jodha is vanmorgen overleden in het ziekenhuis. Hij is dinsdagavond door een autobestuurder op de Oost-West-verbinding in het district Kommerwijnen aangereden, terwijl hij bezig was met een verkeerscontrole. Dit was ter hoogte van kilometer 32. Jodha was samen met een collega bezig met de verkeerscontrole, toen een auto vanuit de richting Albina, gaande in de richting Paramaribo, kwam aangereden. De autobestuurder, die met een vrij hoge snelheid reed, heeft de politieambtenaar aangereden, ondanks deze een oranje gekleurde, fluoriserende vest aan had. De 50-jarige autobestuurder verklaarde dat hij de agent niet op tijd had gezien. De autobestuurder is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Hangende het onderzoek is het rijbewijs van deze man door de politie in beslag genomen. En na verhoor is hij heengezonden.